kunstbijlage? Heb ik al uit. Ja, dat zal wel. Ja. Economie dan? Heb ik ook al uit. Ah, de contactadvertenties. Hé, zo'n doevakantie, dat lijkt me nou wel eens wat. Hier, met safari-tours dwars door Kenia. Laat de leeuwen uit uw hand eten. Van uw hand eten. Ben jij toch ook een levensgenieter, hè? Zijn er nooit eens op reis willen? Eens een keer iets meemaken, hè? Kano in de Amazone of met een lama over de Chinese muur wandelen. Fietsen door de Ardennen. Kan je niet van die enge ziektes krijgen, hoef je ook niet van die nog engere prikken te halen. Hé, Ed. Laten we nou eens iets leuks, iets avontuurlijks gaan doen met de vakantie. Iets avontuurlijks. In een of ander onsmakelijk restaurantje van een smerig bord zitten eten. Raad je wat het is en waar het aan gestorven is ook vooral. En die kennismaking met andere culturen geeft je een bredere kijk op het leven, ja? Yeah, probeer nou toch eens wat meer je blik te openen, man. Een blik sperziebonen openen. Vind ik weer eens mooi genoeg op vakantie. Ja. Bij mij op school zat een jongen. Die is 3 keer de hele wereld rondgereisd. Liftend. Nou, hier, dat bedoel ik. Dat was een vervelende gozer, dat hou je niet voor mogelijk. Als die zijn bek maar opentrok, dan viel in een kring van 6 meter om hem heen, viel iedereen in slaap. Die hebben ze nog een baan aangeboden in het ziekenhuis. De operatiekamer. In plaats van narcose. Nou ja, toch. Als je je ervoor open durft te stellen, kan reizen je leven veranderen. Ja, nee, nou, daar zitten we op te wachten, zeg. In Tibet, hè? Die boeddhisten. Die gaan ervan uit dat de kosmos in je navel zit. Ja, ja. Nou, bij mij zit er alleen maar pluis, hoor. Ach, weet je wat het is? Ik zou wel weer eens wat anders willen dan die crash. Hè? Ander werk of andere omgeving, afwisseling. Elke dag schone sokken is voor mij genoeg afwisseling, hoor. Ja, jammer genoeg wel, ja. Yeah. Nou, wat voor werk zou je dan willen doen? Nou, ik zou bijvoorbeeld wel wat voelen voor in de vrouwenbeweging. Ja, geweldig, ja. Krijg ik nog meer vrouwen bewegen om me heen. Hé, hier, nou. Afwisseling van omgeving, avontuur, hè? Ja. Waarom kopen we dan geen huis? Huis kopen? Ja, ik bedoelde de huur, dat is ook maar geld over de balk smijten iedere maand. Laten we dan een hypotheek nemen, dan smijten we tenminste zinvol weg. Ja, nou, dat weet ik niet hoor. Dat is dus weer meteen weer zo'n verplichting, hè? Nou, er staan anders hartstikke leuke huizen tussen, hoor. Ja. Hé, joh, er staan me daar toch een paar te gekke banen in heen deze week. Hier, wordt een medewerker gevraagd voor een voedselproject in de derde wereld. Hier. Ja, ja, lekker. En door een of ander smerig insect gestoken worden en de klamareetschurft krijgen. Hé? Hé, hier. Een volrijpe negerin geeft 17-jarig buurmeisje eerste sekslessen. 50 cent per minuut. Ja. Moet jij naar huizen zo kijken? Hier. Jaap zeept Anton in. Maar Anton heeft een verrassing. Puntje, puntje, puntje. Eddie, schiet nou op. Straks ligt de nieuwe zaterdagkrant over in de bus. Ja. Ja, goed. Onroerend goed zelfs, om precies te zijn. De huizenmarkt. Zo, hallo. Dat is ook niet bepaald de categorie rijtjeshuizen hier, zeg. Hoho. Was ik nou toch maar pooier geworden. Zullen wij gewoon eens bij een makelaar langs gaan, kijken wat ze voor ons hebben? Oké. Maar alleen kijken, hè? We laten ons nergens in luizen. Ik stink nergens in, bij mij ben je veilig. Ik spreek vloeiend hypotheeks. Ik spreek een verdomd aardig mondje notaris. En ik spreek makelaars of ik er vandaan kom. Je lult ook al vloeiend uit je nek, hoor ik. Hartelijk dank, hartelijk dank. Een mens is nooit te aantrekkelijk om te leren, hè? Oh, sorry. Hoi. Even kwalijk. Ah, goedemiddag. Goedemiddag. Kom zo bij, hoor. Gaat u zitten. Ja. Zo. En meneer... Van den Berg. Meneer mevrouw Van den Berg. Nee, we zijn niet getrouwd. Ik ook niet. Pardon, meneer Van den Berg. Meneer Van den Berg. Nee, Veenstra. Meneer mevrouw Veenstra. Nee, we zijn niet getrouwd. Nee. Nee, natuurlijk niet. Waarom zou u ook, hè? Ja, wie is er tegenwoordig nog getrouwd? Ja, we verkopen tegenwoordig steeds meer huizen aan ongehuwde paartjes. Ja, ja, kijk, ik zeg altijd bij mezelf, met z'n tweeën leef je net zo goedkoop als met z'n tweeën. Ja, toch? En alleen is maar alleen. Ja. Ja. Mooi. Ja. Nou, dan pakken we er even pen en papier bij. Om te beginnen, welk genrepand had u in gedachten?
Nou, wij zaten te denken een beetje de richting op van 3 slaapkamers. 3 slaapkamers? Ja. Ja, want onze kinderen zijn ook niet getrouwd en die mogen niet bij elkaar op 1 slaapkamer natuurlijk. Ja, dat is een grapje van meneer Van den Berg. Sorry. Veenstra. Ja. Veenstra, ja, dat was leuk. Ja, dat was leuk. Ja, het is altijd leuk om fijn om cliënten bij je te hebben met gevoel voor humor. Hè. Dat praat even gemakkelijk. Ja. Ja, nou, met meneer Veenstra kunt u lachen hoor. Ja. Ja. En geen flat en ook geen souterrain. Nee, en een beetje behoorlijke tuin, dachten wij. Ja, en het liefst in het centrum. Ja. Nou, ik moet u zeggen, uw timing is perfect. Laat ik hier nou net hebben wat u zoekt. Net vanmorgen binnengekomen, net. Even kijken. Ja. Daar heb ik het al. Het is een flat, 2 slaapkamers en de betegelde binnenplaats in Almere. Ja, dat was toch niet helemaal wat we in gedachten hadden, hoor. Dat is een verdomd geinig woning, joh. 140.000. 140.000 voor een flat? Ja, dat is de vraagprijs. Dat is de vraagprijs. Ja, tussen u en mij kan er altijd wat aan doen, hè, ja. Voor u. Ja, ik kan het toch zeker naar de 137,5 krijgen. Ja. Ja, wij hadden meer het idee van een bedrag rond de 50.000. 50.000? Ja. Ja, dat zei ik al. Ja, het scheelt als je cliënten gevoel voor humor hebben. Nee, ik handel niet in containers. Nee, het spijt me. Ik ben bang dat ik u echt niet kan helpen. Ja. Tenzij u zou denken aan een renovatiepandje. Ja, precies. Kijk, een renovatiepandje. Ja, en wat kost dat? 5 jaar van je leven. Ja. Ja, maar dan hebt u ook wat, hè. Dan hebt u ook echt wat. Kijk, zoals hier bijvoorbeeld, hè. Dat is een leuk prijsje. Ja, dat is een, met alle voordelen waar je als eigenaar van een afbraakpandje recht op hebt, hè. Ja, kijk, daar moet natuurlijk wel wat aan gebeuren, natuurlijk, hè. Laten we elkaar niks wijs maken. Nee, kijk, zoals hier, het toilet is in de tuin. Ja, het grootste gedeelte van het dak ook, hè, zo te zien. Inderdaad, ja, inderdaad. Ja, al met al een tuin met een aanzienlijke oppervlakte. Ja, u kunt het altijd laten taxeren natuurlijk. Ja, hier hebt u mijn kaartje. Ja. Dank u wel. Ja. Nou, daar gaat toch wel een bepaalde charme van uit, vindt u niet? Ja, nou goed, we kunnen wel eens gaan kijken. Maar ja, eigenlijk wilden we liever niet zoveel verbouwen. Nee. Nee. Nee, u dacht meer aan iets kant-en-klaars. Gewoon meubeltje neerzetten, ja. Klaars, Kees. Eddie. Klaar is Eddie. Ja. Ja. Grapje. Ja. Weer een, ja. Ja, kijk, in dat geval, wat dacht u hiervan, hè? Iets, ja, ik moet zeggen, iets verder uit het centrum dan ik gedacht had. Maar het is toch een buurt die absoluut in de lift zit, hè? Leuke wijk, jonge artiesten, heel geliefd bij mensen die het nog helemaal gaan maken zoals u. Oh, dat klinkt niet gek. Nee. En waar ligt dat precies? Zwanenburg. Zwanenburg? Maar dat ligt toch pal onder Schiphol? Ik wist niet dat het zo'n artiestenwijk was. Nou, maar vermoedelijk gaat dat in de toekomst zeker gebeuren. En zoals u zegt, vlakbij Schiphol, zeker nu ze gaan uitbreiden binnenkort, hè? Nou, kijk, u neemt de bus even overstappen op de trein. In een uur bent u in Amsterdam. Hartjecentrum. Ja. En stel nou dat we toch zeggen van, we willen iets in Amsterdam zelf. Voor 50.000. Nog geen gezonken woonboot. Ja, dat was mijn grapje. Oh, ja. Ja. Kijk, u kunt natuurlijk altijd uw hypotheek verhogen. Wij verzorgen graag uw financiën voor u. En, nou, neemt u dit allemaal maar mee, dan... onze bemiddeling kost u zo goed als niets. Dank u wel. Dank u wel. Ja, we kunnen natuurlijk uiteraard alle transportactes voor u regelen. Want als u nou werkelijk op iets goeds en betrouwbaars uit bent, zijn wij toch echt uw beste keus. Prima. Nou, fijn, dank u. Dank u wel. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Dag. Goedemiddag. Prima. Ja. Dank u wel. Dag. Dag. En nog bedankt. Ja. Dus je gaat niet meekijken? Nee, alleen als je het naar een andere tijd verzet. Ja, maar ik kan die mensen niet nu afbellen, vind ik. Hé, maar denk je dat het wat zou kunnen zijn dan? Nou, ik vind dit huis wel goed klinken. Weinig kilometers gelopen, eerste eigenaar, gegarandeerd roestvrij. Ja, wat zal ik nou aantrekken naar dat sollicitatiegesprek, hé? Ik bedoel, ik wil er niet al te degelijk uitzien voor het geval dat daar allemaal progressievelingen zijn. Maar ja, toch ook weer niet al te vlot. Voor het geval dat allemaal rechtse palletjes zijn. Denk jij? Weet je wat ik zou doen? Ik zou er een combi van maken.
Ik zou die ene dingen, zo heet die panty, die Lady Silver panty, zou ik gewoon aandoen. En dan zou ik die andere, die Lady Royale panty, zou ik over mijn kop trekken. Ga nou maar gewoon als jezelf, dat is genoeg. Ja, nee, ik beslis morgenochtend wel. Ja. Yeah. Ik wil geen uur meer gesolliciteerd, man. Dus ik mag niet zenuwachtig worden. Ach, wel nee, dat gaat toch prima. Hè? Niet te veel scheten en boeren laten en niet in de plantenbak roggelen. En denk je een beetje nog te vragen naar het zwangerschapsverlof? Hm? Wat bedoel je? Ja, wat heeft het nou voor zin om 3 slaapkamers aan te schaffen als er 2 op tragische wijze niet gebruikt worden? Ja, maar ook dat kan ik toch niet aannemen? Waarom niet? Ik zou dat geld van jou rustig aannemen, hoor. Als je het had. En als je het me zou aanbieden, natuurlijk. Ja, maar als ik had geweten dat jij gelijk met van die flappen zou gaan wapperen, dan had ik mijn kop gauw over dat huis, hoor. Jongen, hoe denk je nou dat ik aan mijn eerste huis gekomen ben? Dat heb ik ook van mijn grootvader gekregen. En hij weer van de zijne. Enzovoort enzoverder. Dat is een van de tradities van onze familiedynastie. Alsjeblieft. Nee, dat kan ik echt niet doen. Echt niet. Nee hoor, we sparen het wel bij elkaar. Jongen, hoe lang denk je dat jullie moeten sparen voordat je 25.000 gulden bij elkaar hebt? Nou, stel 5 gulden per week, dat is dan... dat is dan een week of 5.000. Ja. Dus dan ben ik eruit nog voor mijn 120ste. En denk je niet dat 120 een beetje oud is voor een derde slaapkamer? Neem het nou maar aan. Nee, echt ook. Nee, het kan niet hoor, kan niet. Je hebt het zelf nodig. Jochie, als ik het niet kon missen, dan zou ik het jou nooit aanbieden. Ja, maar jij zou toch op die cruise gaan? Zo'n cruise om rijke weduwe te versieren? Nee, maar stel nou dat die vrouwen zwaar aan de drank zijn. Dan heb je dat geld hard nodig. Ik hou nog voldoende over. Hooguit zal ik een hut moeten nemen zonder patrijspoort. Maar ja, daar kom ik ook nog wel overheen, denk ik. Zonder patrijspoort? En wat doe je dan als je over je nek moet? Jongen, als ik van jou niet over mijn nek moet, dan overleef ik windkracht 12 nog. Nou, als ik dat aan jou geef, dan red ik mezelf heus nog wel. Oh, nee. Is absoluut geen sprake van. Niks geven. Ik betaal het absoluut terug. Oh, ja? Ja. En hoe had je dat gedacht te doen? Van die 5 gulden per week, 5.000 weken lang. Jongen, dan ben ik ongeveer 188. Ja? Had je er haast mee dan? Nee, dat niet. Maar er bestaat een kleine mogelijkheid dat ik het eventueel niet persoonlijk in ontvangst kan nemen. Dan laat ik het wel doorsturen, op echt. In de hemel hebben wij geen geld nodig. Dat denk jij maar, dat heb jij wel. Want eer jij daar binnenkomt, zou je toch de portier moeten omkopen. Hé, die jongen, luister nou eens. Het leuke van geld hebben is dat je het weg kunt geven. Kijk, ik heb mijn hele leven hard gewerkt. Ja, in ieder geval, ik heb alles wat ik wil en ik heb nog centen over. Nou, die geef ik aan jou. Dus, wat doen we? Neem je het gewoon aan? Of zal ik het door je strot rammen? Als we met fysiek geweld gaan dreigen, dan houdt alles op, hè, natuurlijk. Zou er misschien nog een geeltje bij kunnen? Ik zit een beetje krap deze maand. Niet te geloven, hij heeft een goede bui. Gordels vast, helm op, lasbril voor, ik heb goed nieuws. Ik heb beter nieuws. Het goede nieuws is dat ik denk dat ik een huis heb gevonden. Mm-hmm. En het nog betere nieuws is dat opa ons het geld leent, zodat we het kunnen kopen. Dus begin maar vast met behangen en plamuren. Nou jij. Ik ben aangenomen voor die baan bij het voedselproject. Aangenomen? Ja. Dat is helemaal niet verkeerd. Nee. Nee? Alleen moet ik het eerste half jaar veldwerk doen. Veldwerk. Yeah, fantastisch. Mijn vriendin heeft een aanbieding van de Eredivisieclub. Ja. De eerste 6 maanden werk ik in India. India? Dat is wel heel erg ver weg, hè? Ja. Ja, daarom dacht ik dat we misschien maar eens moesten praten. Ja. Ja. Hoe, India, dat is iedere ochtend ontzettend vroeg op en uur in de file, hoor. Heb je dat er nou wel voor over, denk je? Nou, ik ga niet op en neer reizen, Eddie. Ah. Oh, je gaat intern. Dit is de kans van mijn leven. Ja, de kans van je leven om elkaar een half jaar niet te zien.
Het is de kans van je leven om definitief uit elkaar te groeien. Nou, ik zou het meteen doen, hoor, meteen. Eddie, dit is voor mij echt een fantastische kans. Ah, ja. En ik dan? Ja, ik ben nou nog jong, nou kan het nog. Nou, ik zie er ook nog redelijk goed uit voor mijn leeftijd, dacht ik. Neem me niet kwalijk. Ja, ik had nou eenmaal een huwelijk in mijn hoofd, toch? En een gezin. Misschien heel raar, net als andere mensen. Is misschien heel gek, maar ja. Nee, dat is helemaal niet gek, maar... Ja, ik wil wat van de wereld zien. Ik wil levenservaring opdoen. En ik hou van je, maar ik moet toch ook een beetje aan mezelf denken? Ja, nee, tuurlijk. Ik leg je ook niks in de weg. Hé, het is toch geweldig dat ik eindelijk iets zinvols kan doen, hè? Nou, jij zou toch ook de derde wereld wel willen helpen? Oh, tuurlijk, ja, de derde wereld. Ik ben gek op de derde wereld. Geef maar een gironummer. Nou ja, fijn is dat. Dan gaat het huis dus ook niet door. En dan geef ik die cheque ook maar terug aan opa. Mooi. Ah, Eddie. Hé, het is nog niet voor altijd. Jod, die 6 maanden die zijn zo voorbij. Echt. We kunnen toch ook een huis kopen voordat ik wegga? Wat moet ik nou in mijn eentje dat huis? Hè? Het dak aanharken? De play inzaaien? Oké. Dan ga ik niet. Nee? Nee, natuurlijk ga je wel. Natuurlijk ga je wel. Nee, ik blijf. Zo kan ik toch niet. Ik heb de oplossing. Wat? Ik offer me wel op, ik ga wel. Oh, Eddie. Wat ben je toch ook een schat, hè? Ik wist wel dat je me zou begrijpen. Ja, dat is nou ook weer meer dan ik zou durven beweren. Terugnemen? Ja. Je inkt is nauwelijks droog, jong. Ja, nee, bedankt opa daar niet van. Maar we hebben hem niet meer nodig. Want Ellen gaat naar India. India? Ja. Wat doen de mensen in India? Werken. Nee, kijk, ze kan een baan krijgen van een half jaar. En dan moet ze over een paar weken moet ze er al naartoe. Ze heeft niet eens tijd om fatsoenlijk de prikkel op te halen. Dus, Zo. Ja. Dat is nogal wat, hè? Ja. Wat moet ik nou, hè? Is dit het begin van het einde? Of meer het einde van het begin, andersom? Nou, misschien iets halverwege. Ik bedoel, mannen horen vrouwen in de steek te laten, gewetenloos. Ja. En dat zij dan snikkend en met gebroken harten achterblijven en zo. Maar ik heb natuurlijk weer een vriendinnetje die het andersom doet. Die zelf in elk stadje een ander schatje heeft. Dat heb ik weer. Wat moet ik nou doen als ze niet terugkomt ook? Natuurlijk komt ze terug. Waarom zou ze niet terugkomen? Nou, misschien omdat ze de tropentering krijgt. Oh. Hé? Of dat ze verzuipt in een natte moesson. Hé, die jongen. India is het andere eind van de wereld niet. Ja, niet helemaal. Ik zal me maar geen zorgen maken. Een paar maanden zonder elkaar kan heus geen kwaad. Ja. Uit het oog, uit het hart. Ja hoor. Oost-West, thuis is ook niet best. Zo gewonnen, zo geronnen. Zoals als het klokje thuis tikt, tikt het overal tegen het raam. Ja, maar het gras zal altijd groener zijn... daar waar het mogelijkerwijs nog groener zou kunnen zijn. En wie zijn opa tegenspreken, zijn kontje zal kermis vieren... Oh. Oh, die is mooi. Die is gevoelig ook. Confucius? Nee hoor, is van mezelf. Zonder gek, hé. Probeer je hersens nog bij elkaar te houden. En een beetje rustig onder ogen te zien. Hm? Rustig? Ja. Dus als ik nou als een gek aan de enkels ga hangen, snikken en smeken van Ellen, ga niet weg alsjeblieft. Is dat wat jij rustig genoeg vindt dan? Nou, voor mij zou het ietsje rustiger mogen. Play it cool. Play it cool, man. Ja. Yeah. Rustig. Blijf er rustig onder. Cool, man. Play it real cool. Oké, Ellen. Jij hebt een beslissing genomen en ik respecteer. Ik respecteer. Ik respecteer. Kijk, jij en ik, Ellen,
Wij zijn twee volwassen mensen. En wij moeten de realiteit voor onze ogen zien. Play it real cool, man. Ik zal nooit beweren dat er op dit moment geen emoties door mij heen gaan. Ellen, blijf bij me alsjeblieft, ga niet ver. Alles geheel naar wens? Het was een geweldig afscheidsmaal, Eddie, echt. Ja? Patat goed? 5 sterren. Kroket niet te slap? Nee, perfect. Wil je nog een beetje satésaus? Het is toch een strot hoeveel, zeg. Ja? Zal ik jouw zak afruimen? Nee, ik doe de afwas. Jazeker. Oh, sorry. Zo. Wil je nog wat wijn? Ja, graag. Ja, dat hebben ze niet, hè, in India. Nee. Patat met kroket. Nee. In ieder geval niet zo lekker als de jouwe. Ja. Zal ik anders gewoon wat lang sturen? Ja. Moet ik wel 6 maanden in quarantaine daar, dus... Nou ja. Nou. Ja, op jou en op mij. Oftewel... Op ons. Op ons. Ik heb helemaal geen zin meer om te gaan, nou. Nou, hoera, zeg. Ik bedoel, als je stond te trappelen om weg te komen, dat was ook niet echt leuk voor mij, hè? Nee. Duurt toch geen eeuwigheid? Nee. Weet je wat nou zo gek is, hè? Wat? Nou, ik zit dan wel eens te denken, van toen wij elkaar net ontmoetten, dan denk je nog van, nou, het is prima en zo. En in je hoofd heb je dan nog het idee dat het ook wel zo blijft. Maar als dan de tijd verder gaat, dan merk je ineens toch dat er iets veranderd is. Eddie, er is niks veranderd. Echt niet. Nee, ja, nee, dat weet ik ook wel. Maar kijk, bijvoorbeeld, hè, als je 2 mensen ziet... die dan heel verliefd zijn of zo, hè? Net zo verliefd als wij. En dan zie je ze een tijd niet en dan zie je ze weer wel. En dan zie je gewoon dat ze elkaar eigenlijk nauwelijks meer aankijken. En dan denk ik, wat is dat dan toch raar met verliefd zijn... dat er dan toch steeds iets misgaat? Eddie, bij ons gaat er niks mis. Daar zijn we toch zelf bij? Dat is gek, hoor. Alleen achterblijven. Zo'n raar idee ineens. Ja, jij het luister eens. Weet je... Ik verwacht echt niet van je dat je al die 6 maanden als een eenzame monnik leeft. Hè? En dat je nooit eens met andere vrouwen uitgaat. Ik wil helemaal geen andere vrouwen. En ik wil ook helemaal niet uitgaan. Ik wil gewoon iedere avond op tijd thuis en dan achter de televisie. Nee, maar luister nou. Ik bedoel lichamelijk. Ja. Als jij iemand tegenkomt die je leuk vindt, ja, dan zal ik dat proberen te begrijpen. Ja. Nou, en als jij daar bent en je bent eenzaam en je voelt je alleen en je komt iemand tegen en je voelt je tot elkaar aangetrokken. Mm. Nou, dan zou ik het toch niet in mijn hersens halen, want ik breek allebei je poten in de lengte, hoor. Oké, okay, dat is dan duidelijk, geregeld, hè? Ja. Ja, mooi. Ja. Morgen vroeg op. Waarop? Oh ja, natuurlijk, ja. Nou, eens kijken, wat hebben we allemaal gehad? We hebben de patat gehad, we hebben de wijn gehad. Alles, hè? We hebben de satésaus gehad. Ja. Wow, dan zit er eigenlijk nog maar 1 ding op, hè? Ja, bitterkoekjespudding. Ja. Zal ik de stratego even pakken? Ja, zou ik maar doen. Ja? Roken of niet roken? Niet roken. Alsjeblieft, prettig reis. Nou. Ja. Zit je aan het raam? Nee, aan het middenpad. Oh, geeft niks. Nee, dan kan je de stuur weer des nog tackelen of zo. Dan verveel je niet zo, hè? Het hele end. Nou ja, ik ga maar door de douane, hè? Ja, ik had gedacht, misschien is het beste als we hier afscheid nemen dan. Ik zal je missen. Ja, ik jou ook. Ik zal je heel veel brieven schrijven. Ik zal ze allemaal lezen.
En aanzichtkaarten sturen? Ik zal ze allemaal inplakken. Zal je mij ook schrijven? Ach, natuurlijk. Ik moet toch mijn vuile sokken meesturen? Dan kun jij ze gewoon terugsturen. Ik hou van je. Ja, ik ook. En ik hou ook van jou. Nou, ik moet huilen. Ja, misschien moet ik maar niet verder meer meegaan. Nee. Laat mij maar even. Dan ga ik naar de startbaan, ga ik aan het vliegtuig hangen dat ze niet op kunnen stijgen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja. Jouw in orde. Alsjeblieft. Dit is een bericht voor Ellen van den Berg. Ellen van den Berg op een intertranscontinente vlucht naar New Delhi. Ellen, dit is Eddie. Wil je met me trouwen? Het kan wel zijn dat ik niet de perfecte man ben, maar mijn timing is toch niet slecht, hè, jochie? Zijn zij vrienden?